We hebben hier Mr. Wonky en Mr. Wonky blijft recht staan door het gewicht van de batterij. Het is een spelletje om je behendigheid te testen of een experimentkit om te weten of een materiaal geleidend is of isolerend. Nu, Mr. Wonky kan wel eens omvervallen omdat de basis van de batterij in verhouding met de hoogte toch relatief klein is. Gelukkig heeft die batterij wel veel gewicht. Maar om dat omvallen te voorkomen en om Mr. Wonky nog een beetje leuker te maken, heb ik een case ontworpen en die case kan je downloaden als bij de beschrijving. Als je op de link klikt, staat op Thingiverse en dat is deze case. Dit is de achterkant van de case. En dit is de voorkant van de case. En zo lijkt het of Mr. Wonky, dus die er gewoon inschrijft, of dat hij eigenlijk een broek aan heeft. Dus dan heb je zijn benen en dan zijn lijf en dan zijn gezicht die je zo hier herkent met die ogen die dan transistoren zijn als component. Dus zo heb je een stevige Mr. Wonky en kan je effectief met je hand dat behendigheidsspelletje spelen zonder dat Mr. Wonky kan omvervallen.